Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag. De Omicron-variant heeft Suriname nog steeds in haar greep. Dat is te merken aan de vele positieve getallen dagelijks op het dashboard. We nemen ook vandaag een kijkje op het dashboard het afgelopen etmaal. De maand februari is nauwelijks 2 dagen oud en we zitten al op 4 doden. Deze staan geregistreerd op het dashboard het afgelopen etmaal. 2 patiënten zijn in het regionaal ziekenhuis Wanica komen te overlijden en 2 in het Vlaams Hospitaal. Vanaf de pandemie zijn intrede date zijn er tot nu toe 1267 personen overleden aan COVID. Van de 393 swabs die gisteren zijn afgenomen, zijn 187 personen positief. Het besmettingspercentage staat daardoor op 47,6%, terwijl dit percentage onder de 10% moet zitten. 206 mensen testen negatief. Op de intensive care units worden 14 patiënten eenmaal 24 uur gemonitord en in de ziekenhuizen worden er 71 personen verpleegd. Het reproductiegetal is verder gedaald naar 0,57 en dat is volgens de Wereldgezondheidsorganisaties een goed teken, maar in Suriname nog geen reden om te juichen, gezien onze vaccinatiegraad. In Paramaribo alleen zijn er 82 nieuwe gevallen gemeld, in Wanica 40 en Komowene 6. Nikeri heeft 2 nieuwe gevallen, gevolgd door Brokopondo en Para met elk 1 nieuw geval. 71 mensen worden er dus verpleegd in de verschillende ziekenhuizen en 14 patiënten hebben intensieve zorg nodig. Nu, met de Omicron-variant en de vele besmettingen, staat ook nu weer de zorg onder druk. Wel mogen we de Delta-variant niet uit het oog verliezen, want ook die is nog actief in Suriname. In het begin van de 5e golf leek het erop dat de opnames niet zo'n vaart zouden lopen. De besmettingen namen heel snel toe en de ziekte verliep mild. Maar nu zien we dus de afgelopen periode dat er wel een sterkere toename is van opnames en ook van de IC-opnames en dat de mensen toch wel wat zieker binnenkomen. Dus de druk begint weer aardig op te lopen. Het is Omicron, inderdaad. Die heeft de meerderheid, lijkt het erop. Maar de Delta-variant is er ook nog steeds. En de Delta-variant is juist die variant die de longen aantast. En de Omicron-variant niet zozeer, maar het kan mensen behoorlijk ziek maken. Met name mensen met onderliggend lijden. En dat zien we nu echt heel duidelijk in deze golf. Dat het de mensen, want het overgrote deel van de mensen die dus besmet raakt, die heeft milde klachten. We kennen de Omicron variant nauwelijks en worden vanaf die zijn intrede deed dagelijks geconfronteerd met doden en ziekenhuisopnames. In Nederland maken de wetenschappers zich ook zorgen vanwege de snelheid waarmee dit variant zich verspreidt. Dat zei de viroloog Marion Koopmans in een tv-interview in Nederland. We hebben natuurlijk afgelopen week al wel aangegeven dat we ons ernstig zorgen maken. Ik heb hier al gezegd, op schaal van 1 tot 10 zit ik aan de 8. En dat heeft met name te maken met de snelheid waarmee dit virus oprukt. Ja. Er was een week geleden nog een beetje de verwachting of de mogelijkheid dat ten opzichte van bijvoorbeeld Engeland en Denemarken wat minder snel zou gaan in Nederland, omdat wij wat meer maatregelen, beperkingen nog hebben. Mm-hmm. Maar dat blijkt toch ook niet toch het geval te zijn. We zien nu met name in Amsterdam wat dan voorloopt, hoe snel het gaat. Dus ten opzichte van de inschattingen vorige week gaat het nog sneller. Het moment komen dat we denken dat Omicron het overgenomen heeft. En daarmee is dus zijn 2 problemen. Die snelheid van toename van gevallen. Dat zien we hebben we in Zuid-Afrika gezien, in Engeland, Denemarken, nou ja, overal waar dat virus oprukt. Waarmee je dus ook sneller veel mensen met die infectie krijgt. En niet precies weten hoeveel met diezelfde snelheid dan ook de ziekenhuizen in gaat storten. De beste manieren om uzelf te beschermen tegen dit sluipend variant is door uw boostervaccin zo snel als het kan in te nemen. Probeert u zoveel als het kan grote groepen mensen te vermijden. Draag ten alle tijden als u buiten bent uw mondmasker. Ventileer de binnenruimtes. Laat u testen bij elk verschijnsel.
ook al denkt u dat het een normaal griepje is. Neem de 1,5 meter afstand steeds in acht. En het belangrijkste, mocht u in isolatie zitten of in quarantaine, houd u zich aan de regels. Blijf dan thuis, want zo voorkom je verdere verspreiding. Het vaccineren en boosteren heeft sowieso een goede invloed op het verloop van de ziekte. Dat zegt medisch directeur bij het 's Lands Hospitaal om de vraag als ook gevaccineerden en degenen die hun boostershot hebben ontvangen nog ziek kunnen worden. Mensen die gevaccineerd zijn, mensen die een booster hebben gehad, die doorlopen de ziekte heel mild en heel snel. Dat is het typische van Omicron. Ze zijn misschien net 2-3 dagen ziek en daarna bijna geen klachten meer, maar natuurlijk moeten ze dan nog wel in isolatie blijven vanwege de besmettelijkheid. Maar vaccinatie en boosteren heeft sowieso een goede invloed op het verloop van de ziekte. En dat zien we ook in de rest van de wereld, dat zien we bij de opnames. Er zijn nog steeds meer mensen die opgenomen worden ongevaccineerd of onvolledig gevaccineerd en niet geboosterd dan de groep gevaccineerden en geboosterde mensen. En nogmaals, het zijn mensen met onderliggend lijden. Hypertensie, diabetes, de dialysepatiënten, die worden behoorlijk ziek. Die belanden ook op de IC. Dus voor echt het advies wat ik vandaag kan geven is nogmaals, de booster is belangrijk. Het ministerie van Volksgezondheid heeft vorige week de informatie gehad dat enkele accu's voor koelfaciliteiten van Palemeu zijn uitgevallen. De koelfaciliteiten zijn bestemd voor vaccins. Het ministerie heeft gelijk werk ervan gemaakt en heden 2 februari 2022 zijn 2 accu's welke op zonnepanelen worden opgeladen door tussenkomst van een donateur overhandigd aan de medische zending in het bijzijn van minister Amar Ramadan. De Omicron-variant van het coronavirus verschilt duidelijk van de Delta-variant en eerdere varianten van het coronavirus. Bij Omicron deden zich meerdere wijzigingen voor in het spike-eiwit of uitsteeksel waarmee het virus in onze cellen binnendringt. De vaccins die gebruikt worden als boosterprik zijn gebaseerd op dit spike-eiwit. Boosterprikken worden toegediend omdat de bescherming na de basisvaccinatie met de huidige COVID-vaccins stilaan afneemt. Zo'n extra prik doet de antistofproductie of immuniteit tegen het coronavirus opnieuw sterk stijgen, waardoor je weer beter beschermd bent. De vraag of de boosterprik ook zinvol is tegen de Omicron-variant, die momenteel dominant is, wordt vaak gesteld omdat blijkt dat ook gevaccineerde personen besmet kunnen worden door deze nieuwe variant. 2 maal gevaccineerd beschermt goed tegen Delta-variant, minder goed tegen het Omicron-variant. En het is gebleken dat met die booster dat het wel beter beschermt tegen het Omicron-variant. Dus daarom moeten we wel die booster nemen. Sinds de uitbraak van Omicron zijn wereldwijd meer dan 80 miljoen COVID-19 besmettingen vastgesteld. Volgens WHO kostte COVID in de week van 17 januari elke 12 seconden aan een persoon het leven. De landen die in november en december 2021 een stijging van het aantal Omicron-gevallen kenden, zitten nu in een afname van het aantal gevallen of beginnen een daling te zien, volgens WHO. Denkt u dat we in Suriname de piek van deze golf al bereikt hebben? Maar dat zijn landen met een hogere vaccinatiegraad en ook meer boosters. Hè. Kijk maar naar Engeland. Engeland heeft als eerste enorm veel gevaccineerd. Daarna heel snel begonnen met het boosteren. En ze hebben nu gezegd, ze laten alles los. Alle regels gaan eruit. Mondkapje eraf, afstanden hoeven niet meer bewaard te worden. Het wordt voor hun inderdaad een soort griepje, waarbij de mensen een beetje verkouden worden, misschien een beetje hoofdpijn. En na een paar dagen zijn ze beter. Dus, maar dat heeft allemaal te maken met die vaccinatiegraad en met die boostergraad. En als wij ook die kant op willen, dan kunnen we niet zeggen van, oh, omdat zij de regels loslaten, dan kunnen wij dat ook. Nee. Het heeft te maken met die vaccinatiegraad. Het heeft te maken met het deel van de populatie, deel van onze bevolking dat onderliggend lijden heeft. Kijk maar naar die dialysepatiënten, die hart- en vaatpatiënten, hypertensie, diabetespatiënten. Het aandeel van de opnames onder deze mensen is heel groot. Dat wil zeggen, en Suriname staat bekend erom, dat onze bevolking... We hebben een groot percentage van mensen die een onderliggend lijden heeft.
Dus we kunnen ons op dat vlak niet zozeer vergelijken met bijvoorbeeld Engeland of Denemarken, die dus nu regels laten varen. En dat is zo vervelend toch, die trage vooruitgang gaat ons niet verder brengen. Want voordat je geboosterd kan worden, moet je wel eerst die twee vaccinaties hebben, toch? Dus die booster is dat derde stapje om ons meer te beschermen, maar dan moet je wel eerst die eerste en die tweede vaccin hebben genomen. Dus zolang wij onze vaccinatiepercentage niet omhoog krikken en de mensen en die chronische ziekte gaan natuurlijk niet zo snel achteruit gaan, verbeteren. Dus wat dat betreft hebben we gewoon zwakke plekken in de samenleving. Dat de varianten zich muteren is ook nu bij de Omicron-variant het geval. Volgens WHO-topman Dr. Tedros worden er 4 nieuwe mutaties in de gaten gehouden, waaronder de BA2-variant. Deze mutatie lijkt volgens hem niet zo kwaadwillig te zijn als de voorgaande. The World Health Organization on Tuesday cautioned countries eager to lift coronavirus precautions, saying Omicron hasn't yet peaked in many countries. It's premature for any country either to surrender or to declare victory. This virus is dangerous, and it continues to evolve before our very eyes. WHO is currently tracking 4 sublineages of the Omicron variant of concern, including BA.2. The emerging BA2 form of the Omicron coronavirus variant does not seem to be any more severe than the original BA1 form, a World Health Organization official said on Tuesday. There's no indication that there's a change in severity. Omicron overall, we know, is more transmissible. It has more growth advantage and it causes less severe disease compared to Delta, but it's still a very dangerous virus. The comments come as the BA2 version of Omicron begins to replace the more common original BA1 version in countries such as Denmark. These two main lineages of Omicron differ from each other by more than 40 point mutations. BA2 was first identified in South Africa in early December. BA2 is more transmissible than the more common BA1 and more able to infect vaccinated people, according to a Danish study that analyzed infections in more than 8,500 Danish households between December and January. We need people to be aware that this virus is continuing to circulate and it's continuing to evolve. WHO officials said vaccines, masking, and social distancing are still effective tools to fight the virus. De vaccinatiegraad is volgens dokter Sunita Nanapandey zeer teleurstellend. Bij haar kan het er niet in dat mensen zich niet ervan bewust zijn hoe belangrijk en veilig het vaccin is en hoe het vaccin jou kan beschermen tegen de varianten. Zeer teleurstellend, de eerste prikkers. Het lijkt alsof mensen denken van ach, je wordt toch ziek, dus ik hoef niet te vaccineren. Nogmaals, met vaccinatie en booster kom je er beter vanaf. Je weet niet wat er met je kan gebeuren als je niet gevaccineerd bent. Maar je weet wel dat als je gevaccineerd bent en je bent redelijk goed gezond, je hebt niet al te veel onderliggende lijden, dat je wel goed er doorheen kan komen. Vooral met de booster. En dat is al onderzocht, het is al bekend, dat die booster wel beschermt tegen ernstige ziekten. De priklocaties kunt u terugvinden op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid en de website laatjevaccineren.sr. En met deze info zijn wij voor vandaag aan het eind gekomen van het COVID-19 journaal. Mocht je enige verschijnselen hebben, laat je spoedig testen en voorkom verdere verspreiding. Tot de volgende keer. Be safe.